Steeds denk ik aan die fijne tijd, een kopje koffie zonder spijt, een dikke knuffel van mijn vrienden. Zo samen zijn voelde vertrouwd, het is waar de mensheid vast op bouwt, gevoel van troost in barre tijden. Ik weet het, ooit komt het weer goed, die hoop het geeft de mensen moed, laat de angst je nu niet leiden. We zijn nu allemaal gelijk, geen onderscheid in arm of rijk, samen moeten wij bestrijden. Vertel dan later aan je kinderen, dat niets vanzelf wordt weggevaagd. Laat zien dat wij toen samen streden en dat gevoel steeds bij je draagt. Bekruipt jou soms ook dat moment dat je de mensheid niet herkent en liefde even lijkt te schuilen? Pak in gedachten dan mijn hand en zet je zorgen aan de kant. Kom stiekem op mijn schouder huilen. De tijd geeft aan waar wij nu zijn, voor groot of klein, dezelfde pijn. Verenigd zijn kunnen we leren. Maar blijf geloven in elkaar, dan spelen wij dit samen klaar en zullen wij dit overwinnen. Vertel dan later aan je kinderen dat niets vanzelf wordt weggevaagd. Laat zien dat wij toen samen streden en dat gevoel steeds bij je draagt. Geef mensen kracht en deel oprecht hetzelfde doel waar men voor vecht. De bitterheid verdwijnt voor even. Sta op, maak ouderen weer blij. Die tijd die komt en zijn we vrij om vol met passie weer te leven. Maar luister goed naar alle raad, geloof me, het is nog niet te laat. Voor ons bestaan is het gegeven. Dwars door die zure appel heen, je weet, je bent nu niet alleen. Daar moet een ieder nu naar streven. Vertel dan later aan je kinderen dat niet vanzelf wordt weggevaagd. Laat zien dat wij toen samen streden en dat gevoel steeds bij je draagt. Wat mooi, deze bizarre tijd in zo'n prachtig lied verwoord. Dank je wel, Robert. Lieve stadsgenoten, we gaan elkaar weer ontmoeten. Dat zei ik een jaar geleden vol vertrouwen. Wie had kunnen denken dat ik hier opnieuw zonder u zou staan? En dat we weer in een lockdown zouden zitten. Het was de tweede stille kerst op een rij. Weer hebben ondernemers de deuren moeten sluiten. Weer moeten we onze contacten tot het minimale beperken. Dat past niet bij de sociale mensen die wij willen zijn. Zo tegennatuurlijk. En ik mis u. Wij missen elkaar. De Brabantse gezelligheid, de Helmondse gemoedelijkheid. Onze stad, nu veel te stil. En zo vaak voorgedragen door onze geliefde dichter Bert Kuipers. En dan citeer ik. De zaterdagse markt omspeeld door klokkenluiden. Het kroeggemoer van het havenplein. Het zal voor een ander anders zijn. Hij zal het wellicht duiden als akelige kakofonie. Maar voor mij is het pure poëzie. Einde citaat. En wie kon het mooier verwoorden dan hij? Taalkunstenaar, stadsdichter en icoon. Bert Kuipers overleed in maart. En als geen ander bracht hij verbinding in onze stad. Bij zijn leven en bij zijn afscheid. Bert zat in de harten van mensen, ook in mijn hart. Hij hield van Helmond en Helmond hield van hem.
Ook na zijn overlijden bracht Bert verbinding. De stad huilde, de stad eerde. Binnen enkele maanden lag er een fantastisch initiatief voor een eerbetoon. Een monument bij de entree van het speelhuis, de plek waar ik nu op sta. Ontworpen door andere cultuurmakers in de stad, voor wie hij een bron van inspiratie was. En, hoe mooi, binnen de kortste keren was het er. Geen lange vergaderingen, geen romslomp. Gewoon samen zorgen dat het voor elkaar komt. Verbonden in liefdevolle herinnering. Hartverwarmend in deze verwarrende tijd. Want waar de saamhorigheid in het begin van de crisis groter was dan ooit, leek dat in het afgelopen jaar een beetje te kantelen. De stemming in het land, onze eigen gemoedsrust, volgde de grillige grafieken van de besmettingscijfers. Tussen hoop en vrees. Tussen geruststelling en teleurstelling. Velen, ook ik, kijken met verbazing naar de verruwing in ons land en in het publieke debat. Mensen lijken soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ik begrijp de frustratie. Ik begrijp de onmacht. Maar het helpt ons niet om steeds maar weer de scherpte op te zoeken. Mensen die je niet eens persoonlijk kent, voor van alles en nog wat uit te maken. Respect voor elkaar is de kurk waarop onze samenleving drijft. Laten we ook niet vergeten dat de overgrote meerderheid het beste voor heeft met elkaar. Veruit de meeste mensen maken er gewoon tussen aanhalingstekens het beste van. Die zijn niet bezig met hun eigen gelijk, maar zetten samen de schouders eronder. Helpen elkaar, bedenken nieuwe initiatieven om verbonden te blijven. En dat zijn de mensen die onze stad overeind houdt. De verpleegkundige, de leerkracht, de vele, vele vrijwilligers waar Helmond onbekend staat. Die de orgels in ons gloednieuwe draaiorgenmuseum onderhouden. Of die workshops voor onze jeugd geven, desnoods van achter een beeldscherm. Of denk aan de student die de boodschappen doet voor haar oude buurvrouw. Jong en oud, die voedselpakketten samenstellen voor inwoners die het moeilijk hebben. Of de schoonmaakactie die gehouden is in het Weverspark. Daar zit de kracht van onze samenleving. En ook voor mij als burgemeester is deze periode een zoektocht. Ik mis de samenkomsten, de spontane ontmoetingen in onze stad, de kleine gesprekjes en de bijzondere verhalen op straat. Juist dat wat het burgemeestersambt zo mooi maakt. Dagelijks ontvang ik brieven en e-mails van mensen die hun twijfels delen, hun verhalen vertellen. Soms kan ik helpen. Soms slechts een luisterend oor bieden. En heel soms is dat ook genoeg. En ik ben dankbaar. Dankbaar voor uw geduld. Voor uw inzet. En het maakt me onwaarschijnlijk trots op Helmond. Samen zijn we op zoek naar dat nieuwe evenwicht. En dat vraagt lef, durf en veerkracht. En als we ergens onbekend staan, wij als Helmonders. Want laten we wel wezen, de stad heeft dit jaar niet stilgestaan. Er is ook heel veel moois gebeurd. Dan denk ik bijvoorbeeld aan onze Paralympische helden. Amy, Frederik en Niels. Over veerkracht gesproken. Deze jonge mensen zien geen beperkingen, maar juist mogelijkheden. En zijn op die manier een inspiratiebron voor velen. En dames en heren, ik mocht ook de Brainport Human Campus van Jeroen Driessen hier in Helmond openen. Een plek waar werkgeluk, inspiratie en verbinding voor vele mensen voorop staat. En nog zo'n mooie plek. De nieuwe vestiging van het SUMA College op de Automotive Campus. En ik mocht het predicaat koninklijk uitreiken aan Kuipers. Een echt Helmonds familiebedrijf dat al 100 jaar bestaat. En een ander mooi moment waar ik aan terugdenk, is Kempel in concert. Jonge, toekomstige vakleerkrachten
die muziekonderwijs weer terug in de klas brengen. En niets werkt zo verbindend. Als ambassadeur van Meer Muziek in de Klas zet ik mij in om alle jeugd in Helmond kennis te laten maken met muziek. Want muziek haalt het beste uit onze kinderen. En zo bouwen we door aan de toekomst in onze stad. Ook letterlijk. U ziet het zodra u de deur uitstapt. Overal hijskranen. Er komen duizenden woningen bij. En dat is hard nodig. Want de woningnood is hoog. In Helmond hebben we de ruimte om te bouwen. En dat doen we ook. Zodat iedereen hier een plek heeft om thuis te zijn. Waar je elkaar kunt ontmoeten en waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. En waar je op je fiets naar je werk kunt. We kijken hoe we de stad bereikbaar kunnen houden. Zorgen voor slimmer en duurzaam vervoer. We investeren in veiligheid. Groen en gezond. Met respect voor onze aarde. En natuurlijk moet zo'n stad volop ontspanning en cultuur bieden. Want een stad zonder cultuur is een stad zonder ziel. En dames en heren, geen koude bouw, maar warme groei. Want met het bouwen van huizen, het aanleggen van wegen en het ontwikkelen van bedrijventerreinen, dan zijn we er niet mee. We gaan naar meer dan 100.000 inwoners in onze stad de komende jaren. Deze mensen maken onze stad. U maakt onze stad. Een stad waar iedereen ertoe doet. Waar je gelukkig bent. En zo'n stad heeft een sociaal gezicht. Is veilig en mag iedereen zijn zegje doen. En wordt er naar elkaar geluisterd. En hebben we oog voor diegenen die niet mee kunnen in de snelheid van onze samenleving. Het is een opdracht aan ons allemaal. Het vertrouwen in de overheid is lager dan ooit. En dat raakt mij. Ook onze inwoners voelen zich soms onvoldoende gehoord. En de coronacrisis heeft hier ook geen goed aan gedaan. Ik hoor nog te veel van onze inwoners dat de overheid niet toegankelijk is. Dat procedures ondoorzichtig zijn. En dat er onvoldoende geluisterd wordt naar wat hen bezighoudt. Regelmatig heb ik hierover gesprekken met onze inwoners. Voor mij als uw burgemeester een grote opgave om het herstel van vertrouwen blijvend te agenderen. We mogen elkaar niet verliezen. De wij-zij-discussie brengt geen enkele verbinding en leidt tot niets. En ik sluit af met de slotwoorden van een van de mooiste gedichten van Bert Kuipers. Een ode aan Helmond. En dan citeer ik weer. Zie in de stad zoveel vergruist. De ziel van echtheid die daarin huist. Ik hou van Helmond is zijn refrein. Alliteratie, dat kan geen toeval zijn. Einde citaat. Vol trots mag ik vandaag de Stimuleringsprijs 2022 van Helmond uitreiken. Een stimuleringsprijs voor initiatieven die het afgelopen jaar zijn ontstaan en die een voorbeeld zijn voor onze stad. Een initiatief wat een bereik heeft waar je u tegen zegt en dat gedragen wordt door vrijwilligers. En dat mag ik vandaag doen aan We Care Helmond. Jullie zijn maar met z'n dertienen, maar bereiken met jullie acties een veelvoud aan inwoners. Jullie laten zien dat jongeren heel positieve dingen kunnen doen. Positieve dingen voor onze prachtige stad. Jullie denken bijvoorbeeld mee over de ontwikkeling in onze binnenstad en in alle andere wijken. Maar steken ook de handen uit de mouwen, bijvoorbeeld door voedselpakketten samen te stellen en door te koken voor eenzame mensen. Het zijn dit soort initiatieven die onze stad kleur op de wangen geven. Echt verbinding maken. En het laat zien dat een nieuwe generatie klaarstaat. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs. Ik zou zeggen, ga door dat we overal in de stad iets van jullie prachtige kracht merken. Complimenten
top. Lieve stadsgenoten, we gaan elkaar weer ontmoeten. Zo ben ik begonnen en zo eindig ik. Ik mis jullie. Ik wens u een mooi, liefdevol, gezond en een gezellig 2022. Ben lief voor elkaar. Dank u wel.